Hallo allemaal. Hey, hallo luikjes. Vanuit het warme Griekenland. Ja, Kalimeras. 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 Kalimera. Kalimera. Ja. Goeiedag. Vanuit het warme Griekenland. Ze beginnen net te grasmaaien. Gaan ze net even grasmaaien. Een bolworm. Of, maar... deze vlog zien jullie dat wij met de boot vanuit Ancona naar Griekenland gaan. Een ontzettend lange tocht. Ja. Eerst 7:30 op de tickets, toen werd het 8:30 en uiteindelijk zijn we 9:30 begonnen ze pas met inladen. Vreselijk, maar een lange tocht en we hadden een eigen hut gelukkig. Nou. En een douche en wc erbij. Maar er waren ook mensen aan boord die hadden geen hut en die sliepen gewoon daar op de grond of op een stoel. Dan merk je wel dat je ouder wordt en dat je denkt van... Ik was dolgelukkig met mijn hut. Wij nemen lekker een hut of een cabine. Nou, en toen kwamen we midden in de nacht om 1 uur of 2 kwamen we in Griekenland aan. Nou, en toen moesten we nog... Dat was ook natuurlijk heel vervelend. Ja, wij waren voor het eerst in Griekenland, dus we moesten nog iets zoeken. Nou, gelukkig hebben we een leuke camping gevonden. Ja, een we hebben natuurlijk eerst 's nachts op een parkeerplaats gestaan met mensen die we op de boot hadden ontmoet. Andreas en Martina uit Oostenrijk. En hebben we samen mee op een parkeerplaats gestaan, 's nachts een paar uurtjes om lieverd, te slapen. We kunnen alles al uitleggen. Nee, maar jullie moeten zelf even kijken. Zelf even gaan kijken. Ja, gaan we lekker kijken. Dus en abonneren en alle nieuwe abonnees ook hartelijk welkom. Ga maar gewoon kijken naar onze vlogs en naar onze filmpjes. Dat is veel leuker dan dat geklets van dat ons. Wij al doordoen. Nou, dus, heel veel plezier. Ga maar lekker kijken. Ga maar lekker kijken. Doei. Nou, wij zijn vanmorgen vertrokken uit Ofania. En we zijn nu in Ancona. We staan een korte afstand van de haven. Het is een beetje vervelend. Het is gewoon een parkeerplaats bij een groot winkelcentrum. Erwin is daar nu even heen. En we kregen net bericht dat we alweer een uur later vertrekken. Dus het wordt pas morgenavond 8:30 dat wij vertrekken met de boot. We moeten 2 uur van tevoren zijn. Het was eerst 7:30. En nu is het 8:30 geworden. Dus we wachten af hoe het verder gaat. We rijden in Ancona. Op weg naar de haven. Opgehaald bij het ticketkantoor, havenkantoor. En daar staat onze camper. Erwin is alweer aan het praten met de parkwacht. Nou, we gaan kijken wat we nu gaan doen, want we kunnen pas om 5:30 bij de haven bij de boot terecht. Ik weet niet precies hoe laat het nu is, maar. Tickets en de cabine keys zijn binnen en we staan hier nog eventjes te wachten omdat we natuurlijk te vroeg zijn en we mogen nog niet naar de haven waar onze boot komt, maar die is tot 6:30 dicht. Nee, 5:30. Er is net een Francia camper naast ons komen staan. Een hele mooie schilderingen op de camper. Mooi hoor. Het is net zo een als die van ons ongeveer. Ja. Het is geloof ik van 2022. Mooi hoor. Maar we staan hier op een vreselijke plek natuurlijk te wachten op de boot nog steeds. Nou, we mogen nu hier heen rijden. Een hele aardige.
80-jarige mevrouw. Wij moeten naar 16, hè? Ja, echt wel. 16. En dan kom je bij het schip, zei ze. Ja. Declare. No, nothing to declare. No. Italië, douane. Nou, rijden we. We zijn door de douane volgens mij. Hele onaardige meneer. Heel onduidelijk. Heel onduidelijk ook. Maar dat moet er nou denk ik zo in de rij gaan staan. Het is hier. Oh. Ik denk dat er niet veel mensen op de boot gaan. Is dat die man? Bijzondere man. Nou ja. Zijn camper staat hier dus ook al. Nou, zijn camper staat nog in de rij. En wij zijn eventjes aan de wandel. Hier in Ancona. Even kijken. Zelfde winkelstraat hier in Ancona. Leuk sfeertje wel hier. Ja, wij moeten ook daarmee. Staan wij in deze rij. Dat is tegen de zon in helaas, maar hier moet hij komen straks de boot. Wij staan nog steeds in de rij. Ja, dit moet allemaal aan boord. Zullen we zien als dat allemaal gaat passen? Past wel. Het zal nou niet lang meer duren. Amateuristisch allemaal hoor dit. Jeetje. Wat duurt dit lang op de superfast?
eindelijk. Ja, ja, we komen wel. Meneer. Oh, dank u. Ja, dat is te kijken. Dan zien we een rood schildje. Even gefloten, er moet eerst nog een vrachtauto. Up, we moeten up. Nou, het gaat gebeuren. Heel eng. Hij moet omhoog, ja. Er staat één. Gatsje, wat eng is dit. Oh my god. Nou, kijk eens. Toilet, zelfs een douche. Nou, geweldig toch? Kunnen wij het wel mee doen? Ik ben blij dat ik niet dat ik een hut heb. Nou, jij slaapt lekker boven. Onder mijn dekentje. En Erwin, die ligt boven. Ik weet niet precies waar die ligt. Ja, daar. Wat een gekkigheid. Nou, net even lekker gedoucht. Heerlijk. Het is nu al wel bijna 12 uur, dus we gaan nu lekker slapen. Welterusten. Nou, we zitten hier lekker op het bootje. En dan, Greetje zit lekker te lezen. Kijk zo over het de zee. En wij zitten hier lekker op het dek in de schaduw, want het is heel warm. Oh, een beetje lezen, een beetje niks eigenlijk. De volgende dag, 4:15. Dus we zitten al heel wat uurtjes op deze boot. Maar de eerste contouren van Griekenland kunnen we een beetje zien. Of tenminste van het vasteland, de andere kant van Italië. Nou, ik geef altijd wat hoop zoiets.
Het is nu 8:30 en het is hier een uur later dan in Nederland. En we zitten bijna 24 uur op de boot. Ik denk dat we over 2 uur ongeveer in Griekenland zijn. Sorry voor de wind. Maar de zon gaat onder. En het is hier nog wel gezellig aan boord. Mooi zonsondergang hoor. Mooi rood. Geweldig. Nou, eindelijk zijn we er. Het is nu 12:30 s'nachts. Het ziet er heel mooi uit. We zijn weer aan land en we zijn weer in onze camper. Nou ja, het is natuurlijk hartstikke donker buiten. Dus we hebben die mensen die we ontmoet hebben nog een boot. Die gaan samen met ons op een parkeerplaats staan. We gaan het even afwachten. Weg rechts. Nou, we zijn in Griekenland. Voor het eerst in ons leven. 50 meter links. Het is midden in de nacht. Sla linksaf naar Kalevriton. Neem dan de eerste weg rechts. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Andreas en Martina zijn daar al. Ja. Wij zijn hier vannacht heen gereden. Naar een... naar een desolate plek. Maar het was natuurlijk 2 uur 's nachts dat wij hier reden in het pikken donker. En wij hebben besloten om samen dan maar ergens te gaan staan. En hier hebben we dus geslapen. Maar we gaan nu naar een camping die we uitgezocht hebben. Dus we gaan zo weg. Nou, een hele goede morgen. We zijn dus van de parkeerplaats weer vertrokken en zijn nu onderweg naar de camping. Dit is de E55 in Griekenland van Patras naar de plek. Papyrus. Hebben jullie weer niks aan deze informatie? Papier is een papier uitgevonden. Nou, het is rustig op de weg. Mooi. Het is warm. Goedemorgen, lieve mensen. Ik heb denk ik al wel het een en ander verteld, maar we zijn net onderweg weer van de parkeerplaats. Wij zijn dus de boottocht overleefd. Het was een lange tocht. Ontzettend. 26, nou wel langer dan 26 uur. We waren pas om 1:30 vannacht aan wal. We waren ook laat aan boord. En we hadden een hut in op de boot. En ach man, bijna niet. Ja, het is groen. Bijna niet geslapen, maar goed. We zijn, en toen hebben mensen op de boot, Duitsers. En die ging ook naar dezelfde camping. Andreas en Martine. Ja. Nou, zeer aardig mensen. En die zijn dus ook van, ja, we moeten toch ergens slapen. Dus zullen we samen en ergens gaan staan voor de veiligheid. En dat hebben we dus gedaan. We hebben geslapen als roosjes. Heerlijk. En het is nu 8:00 's morgens. Het is alweer warm. En we gaan nu naar de camping. Yong Beach. Je komt nou pas in de streek eigenlijk wat een beetje mooier wordt, vind ik. Ja. We rijden nu pas eigenlijk in een gebied wat een beetje mooier wordt. Ja, wat leuker wordt. Ja. Maar goed, dit is dan de highway. Ja. Stelt ook niet heel veel voor. Stelt ook niet heel veel voor. Maar wij wilden niet in de haven blijven, omdat... Ja. Maar ja, andere mensen hadden gezegd, oh nee, daar moet je niet blijven. Allemaal ongoede types. Ja. Gevaarlijk. Daar ben ik zelf ook wel een goede type, dus daar ben ik niet zo bang voor. Maar het was toch beter om samen op te trekken dan even? Ja, wij dachten gewoon, we gaan gelijk even 30 kilometer wegrijden. Ja. Ja, en toen hebben we bij de benzinepomp of zo hebben we lekker geslapen. Heerlijk geslapen. Nou, jullie zien het later. Het zijn allemaal olijven. We rijden wel een mooi poosje op deze weg richting
kust. Sla over 1 kilometer linksaf naar Glyfa. Naar Glyfa dus. Olijfbomen zo ver als je kan kijken. Waar zijn wij, Gree? Ja, op camping Ionion Beach. Prachtige camping. We zijn camping. Even aan het rondlopen. Ja. Kijken wat er allemaal te doen is hier. Het is een zwembad en de camping ligt aan het strand. Dus, kijk, mensen in de was allemaal buiten. Oh ja, dat moet je ook nog doen. Ja. Plek. Ja, het is hier heel mooi op de camping. Alles bloeit nog. Keurig netjes. Vakantiegevoel, dat komt hier wel behoorlijk naar boven. Het is ook zeer warm, moet ik zeggen. Oh, restaurant op de camping. Leuk. Daar gaan wij wel eens eventjes gebruik van maken. En nog een bar op de camping. En daar is de zee. Daar gaan we nu even heen. Ga ik helemaal niet door. Hè? Dit was hem. Ja, we staan lekker onder een luifel. Ja, want het is heel warm. Hier heel warm hier in Griekenland. Daar treffen wij het mee. Ja, want lekker het is, 30 graden zo'n beetje. Schitterend weer. Dus onder de luifel. En zeggen wij weer tot volgende week. Doei!